We staan hier bij Guy van Zanden. Ja. Hè? De duim mag er niet tussen bij jou. Je bent daar heel gevoelig aan blijven. Waar zien wij jou nog tegenwoordig? Want het is een klein beetje stil hè? Rond jou geworden. Zo stil is het jammer genoeg. Ja, zo op tv vooral. Waar zie je mij? Bij mij thuis, hè? Dat moet je straks een keer doen. Nee, ik ben vooral bezig met fotografie eigenlijk. Ik heb een carrière switch gemaakt in afwachting van de storm. En ik word omarmd ook door, er zijn hier heel wat collega's van mij, door vriendschap en liefde en dat doet me heel veel deugd. Zou je graag nog eens in een van de komende jaren een film doen? Film maken zelf misschien? Wellicht wel, hè, omdat dat mijn leven is. Hè. En wat brengt dan een man zoals jij, die toch wel van de mooie vrouwen houdt, hier naar Mr. Gay? Ah, wel, omdat heel veel van mijn goede vrienden gay zijn. En omdat de gay community een community is van mensen die hebben moeten strijden voor wie ze zijn. En die hebben allemaal ergens moeten vechten om geaccepteerd te worden. En die heel open zijn en die niet oordelen. En die omarmen mij en dat doet mij veel plezier. En daar draait de wereld om. Laat ons stoppen met oordelen en laat ons beginnen met elkaar graag te zien. Ah, wel, dat zijn heel mooie woorden. Ik zou zeggen, je mag nu een tuttefruit pakken en hem opeten. Ah, ja, met een tuttefruit. Bedankt voor een mooie interview. Graag gedaan. Veel succes. Dank je. Ja, de tuttefruit. En neem nog heel even mijn t-shirt, please. Maar voor ons dus wel, hè. Bedankt.